Hoi, ik ben Luc en vandaag is het Coming Out Day. Hallo thuis, leuk dat je erbij bent. Hallo thuis, hallo thuis. Hallo thuis. Het durven zeggen tot wie je je echt aangetrokken voelt. Dat is waar Coming Out Day over gaat. Het is altijd op 11 oktober, maar het zou eigenlijk altijd zo moeten zijn. Je kan bijvoorbeeld verliefd zijn als man op een man, dan ben je homo. Een vrouw kan ook op een vrouw verliefd worden, dan ben je lesbienne. Maar het kan ook zo zijn dat je op beide valt, dan ben je biseksueel. Wat ook kan, is dat je transgender bent. Dat is bijvoorbeeld dat je in een vrouwenlichaam bent geboren, maar dat je je van binnen een man voelt. Of andersom natuurlijk, alles kan en mag. Coming out betekent in het Nederlands uit de kast komen. Niet letterlijk uit de kast komen, maar eigenlijk gewoon durven zeggen op wie jij valt. Want verliefdheid is heel bijzonder, maar ook heel persoonlijk. Iedereen mag verliefd zijn op wie hij of zij wil. Dat moet een recht zijn. Maakt dus niet uit of je op een man of vrouw of beide valt. Alles moet kunnen. Maar soms is het zo dat je het niet durft te vertellen op wie je valt. Dat komt misschien omdat je misschien schaamt. Of omdat je het gevoel hebt niet anders te willen zijn. Maar misschien soms ook omdat je denkt dat je ouders je niet accepteren. Maar soms is dat ook maar een gedachte in jouw hoofd. En misschien is dat dus gewoon helemaal niet waar. Wat heel belangrijk is, is erover praten. Met je begeleiders, met je vrienden of met je ouders. Of misschien heb je wel een hele fijne buurvrouw of een buurman. Misschien is deze dag een extra goed moment om er juist over te gaan praten. Maar eigenlijk moet het elke dag. Laat iedereen gelijk zijn. Bedankt voor het kijken. Doei! Hallo thuis, hallo thuis.